Lieve mensen, hier zit ik weer. Eigenlijk in de hoop dat iemand misschien iets soortgelijks heeft meegemaakt wat ik na de ervaring van Lucky en Zen eigenlijk weer heb meegemaakt. En dat is dat ik echt naar mezelf ging, zeg maar, naar mijn gevoel. Wat dat nou werkelijk was, wat dat nou eigenlijk echt was. En wat er op een gegeven moment gebeurde, is dat alles om me heen een soort van wegviel. Dat alles waar ik ooit betekenis aan heb gegeven, ineens niet meer bestaat. Kijk, 7 jaar geleden begon eigenlijk mijn hele bewustzijnsproces, als je het zo wilt noemen. Omdat ik mezelf vragen begon te stellen: wie ben ik? Wat wil ik? En dat gebeurde omdat ik een ervaring had met iemand die overleed. En toen gebeurden daar dingen die ik niet kon verklaren. En daardoor veranderde mijn perceptie van de wereld. Dat er dus veel meer is dan dat we kunnen zien. Maar wat er nu weer gebeurt, is een soortgelijke ervaring, maar dan in de zin van dat alles niet is. Dit is zo moeilijk om uit te drukken in woorden, maar ik zit daarmee omdat mijn hele drive, mijn hele eigenlijk weg is ook. In de zin van, kijk, ik had altijd een doel. En dat doel was om te begrijpen wie ik ben en om liefde vooral te leren begrijpen, ook al kan dat niet, maar dus om meer liefde voor mezelf te kunnen voelen, waardoor je automatisch ook meer liefde voor alles om je heen voelt. Dat was eigenlijk mijn doel en daar stond ik 100% achter, dacht ik. Totdat er dus nu iets gebeurt waardoor ook dat wegvalt. In de zin van dat ook dat maar een gedachte is die ik creëer, waar ik me aan vasthoud. Daardoor ben ik een beetje mijn richting kwijt. Ik hoop dat iemand snapt waar ik het over heb en wat ik bedoel. Ja, waarom hoop ik dat? Ja, omdat dat toch dingen zijn die mij heel erg bezighouden. En ik heb eigenlijk het gevoel dat de dingen die ik dus tot nu toe deed, zoals ook de kaartleggingen en het met heel veel passie zorgen voor dieren, verbindingen zoeken, liefde ontdekken. Dat ik mezelf voor de gek hou als ik dat blijf doen. Dat gevoel heb ik op dit moment. Of het is een gedachte. Dat kan ook. Maar snap je, als alles in één keer geen betekenis meer heeft, dan is het voor mij heel moeilijk om keuzes te maken. En dan kom ik uit op een non-dualiteit dat we zelf geen keuzes maken. Maar daar zit ook nog iets dat ik denk. Maar toch zit ik hier bijvoorbeeld. En toch, als ik naar mijn leven kijk, die eigenlijk niet bestaat, wat een illusie is, dat begrijp ik wel, maar mijn ervaring is dat ik hier wel ben. En om dan die balans te vinden dan toch verder te gaan, maar wel met passie en zingeving, zeg maar. Die zingeving lijkt wel alsof ik dat dan gewoon een strohalm is om aan vast te houden. En Sven zegt dan bijvoorbeeld ook van ja, dat maakt
in principe niet uit wat je kiest of wat je doet, als je maar gewoon er dan een leuke droom van maakt, een leuke illusie. En dat is ook zo. Alleen ik zit nou echt heel erg met eigenlijk weer in dat zoeken van wat is dat dan wat ik nou weer ervaar? Waarom gebeurt dat? Nou. Ja, en net zoals de wet van aantrekking krijg ik dan ook een heel ander gevoel weer dan dat ik voorheen had, omdat het echt voor mij zo leek dat hoe meer ik op mezelf ging focussen en als ik bijvoorbeeld ruzie kreeg met Sven bijvoorbeeld, voorheen was het dan vaak, ja, maar jij zorgt ervoor dat ik mij zo voel. En sinds ik dat om ging draaien en naar mij toe, van wat gebeurt er met mij? Waarom doe ik wat ik doe? Zonder de schuld te geven aan Sven bijvoorbeeld, of zonder de schuld te geven aan mezelf, maar waarom doe ik wat ik doe? Toen merkte ik dat als ik het in mezelf oploste, loste het vanzelf ook op buiten mij. In ieder geval zo leek het. En daarom was de wet van aantrekking voor mij ook een soort van, ja, dit gebeurt. Dit is werkelijk. En nu is ook dat stukje, zeg maar, een soort van weggevallen. In de zin van, dat is ook alleen maar een gedachte, dat dat zo werkt. En dan lijkt het alsof ik mezelf voor de gek hou of zo. Ja, het is weer een heel apart verhaal. Maar weet je, ik deel maar gewoon alles. Want ja, waarom niet? En tot nu toe, als er dingen gebeurden, dan ging ik daar ook weer achteraan. Terwijl dat misschien eigenlijk helemaal niet hoeft, omdat het gewoon allemaal is wat het is. En dat het allemaal goed is, dat er geen goed is of geen fout is. Maar dan toch is er in mij iets, ja, maar de weg die ik aan het volgen was, richting liefde, onvoorwaardelijke liefde, voelt veel beter dan maar gewoon zijn. Snap je wat ik bedoel? En ja, dat zou ik dan kunnen blijven doen. Maar nu zit er dus wel iets tussen nu in mijn hoofd of zo, die ook zegt, ja, dat kun je allemaal doen, dat is prima. Maar het is niet dat je iets doet wat een doel heeft. Snap je? Ik wil dan begrijpen of dat ook mijn ego is die iets wil zijn of die ergens naartoe wil werken. Alsof ik gewoon echt een doel wil hebben. En wil dat er ook een doel is. En dat is natuurlijk ook weer de ik die graag die wil bestaan en ja, die een doel wil hebben om te kunnen bestaan. Het is een hele raar iets waar ik op dit moment in zit. Goed, alles ja. Gaat ook alweer voorbij. Dus ik ben benieuwd wat hier weer uit gaat komen. Maar ja, dat is nou even waar ik nu in zit. En dat wilde ik delen, blijkbaar. Bedankt voor het luisteren. Wie er geluisterd heeft en wie misschien iets soortgelijks ervaart of ervaren heeft. Dan hoor ik dat heel graag.